Hoi en welkom bij product update nummer 28 van Dynamite Magic Shop. Ik ben vandaag alleen, komt u uit. Ik ga eens kijken wat we aan mooie nieuwe zaken hier te bieden hebben. Allereerst starten we met Unbound, de Gimmickless Invisible Deck. Heel cool, niet te doen alleen nu. Maar ik kan je wel vertellen wat het is. Je leent een kaartspel. Je laat het kaartspel schudden door de toeschouwers. Je neemt het spel terug, waaier door het spel, vraagt hen om aan een kaart te denken. Nou, je maakt de waaier dicht. Toeschouwer noemt zijn kaart, vervolgens maak je het spel open en zit er één kaart omgekeerd en dat is de kaart van de toeschouwer. Nou, heel cool. Vergt wel even oefening, er zitten wat speciale handelingen in. Het spel kun je daarna niet meteen uit handen geven als je dat zou willen. Maar er zitten bonusroutines op de DVD, waardoor je na het vertonen van die extra routines, zodat je eigenlijk een hele act krijgt, zeg maar, van 10 minuten, kwartiertje, heb je dan een spel wat wel onderzocht mag worden. Dus even voor duidelijkheid, vooraf mag het wel onderzocht worden en geschud, maar achteraf niet meteen. Het effect is heel sterk. Mark, die er nu niet is, kan het heel mooi laten zien. Die laat het hier in de winkel ook telkens zien. Zeer sterk effect. Ja, en het mooie is, je kan het altijd doen. Je bent niet afhankelijk of je je echte Invisible Deck, wat we trouwens ook nog altijd verkopen voor 10 euro, niet bij je hebt, kun je dit altijd doen. De video-instructies zijn uiterst duidelijk. Ja, en je hebt niks anders nodig dan je eigen spel, dus we praten hier niet over gimmicks, maar enkel over een DVD. Nou, nogmaals, Unbound, Gimmickly Invisible Deck, verkopen wij voor de prijs van €32,50. Vorige keer hebben wij de Outer Ring On Off Lace laten zien. Misschien weet je nog wel, de ring die je aan een touwtje gooit. Nou, dat was een ongelooflijk succes. We hebben er echt heel veel verkocht. Zoveel dat na 2 dagen gewoon de voorraad helemaal op was. Ik heb alles afgezocht naar die nieuwe voorraad. Die is inmiddels binnen. Dus maak je geen zorgen als je het alsnog wil bestellen. Nu is je kans. De instructiefilm die we erbij gemaakt hebben is trouwens ook klaar. Dus met de truc zelf ontvang je ook een link naar een instructiefilmpje waarop zowel Mark als ik onze favoriete moves en de mogelijkheden daarmee laten zien. Dus krijg je heel veel leuke dingen. Dus de Outer Ring On Off Lace. Nou, toen dacht ik, goh, als we toch Outer Ring On Off Lace hebben, laten we nog meer doen met een ring. Stel voor, je pakt een ring en 1 touw. Nou, willekeurig touw, lintje, wat dan ook kun je hiervoor gebruiken. Je kunt de ring aan het touw rijgen op deze manier. Nou is het mooie, je kunt, wacht even, doe dat even anders. Ik doe even dit, ik stop dit even zo in mijn zak. De uiteinde knop ik even vast. En zo. Let op, je neemt de ring en je doet dan vervolgens dit. En die ring verdwijnt en komt tevoorschijn aan het touw. Zit er echt aan vast overigens. Nou, die ring halen we er even af. Zo. Nou is het grappige. Stel nou voor je zegt, ja, met touw heb ik niet zoveel mee. Weg met de touw. Kun je bijvoorbeeld ook 1 doek pakken. Nou, dat is een willekeurige doek. Neem de ring. Leggen we op de hand bijvoorbeeld. Daar overheen gaat de doek. Even voor alle eerlijkheid ook. Ring. Doek. Kijk, ik wacht even dat die boven ook scherp gesteld is. Dat was een mooi. Wacht, doe iets anders nog. We nemen de ring en die leggen we op de doek. Nou, kun je duidelijk zien. De ring ligt op de doek. Nou, stel nou voor dat je je hand sluit. Dat je iets moois wilt doen. Dan kun je die ring kun je door de doek heen laten smelten. Dat gaat als volgt. Let op. Zie, en je eindigt dus met dit. Met de ring die door de doek heen gaat. Ja, dit zijn 2 snelle mogelijkheden die ik even heb opgezocht. Met de Jardin Alice Ring. De Jardin Alice Ring, ik ben nu vergeten het boekje even te pakken, krijg je met een heel dik instructieboekje met allerlei mogelijkheden. Mocht de verkoop dusdanig gaan dat jullie zeggen, wow, we willen hem allemaal hebben. Dan willen we ook wel een filmpje maken met alle dingen. Is nog makkelijker natuurlijk. Maar tot die tijd doen wij het even met het boekje. Dus je krijgt
De speciale ring, overigens. Mensen mogen onderzoeken trouwens. Doek ook, touw ook. Maar toch is er iets geheims natuurlijk. Jardin Alice Ring met boekje kost 10 euro en is uiteraard te bestellen via de website. Jardin Alice Ring. Dan, een routine welke Gregory Wilson, ik denk al 2 jaar geleden of zo, ook al bij ons liet zien. Genaamd de Pickpocket Passport. Ja, de routine kan ik niet laten zien, maar kan je wel vertellen wat het idee is. Nou, heel veel mensen zouden maar al te graag leren om bijvoorbeeld een horloge te rollen. Oftewel te stelen. En dan heb ik het niet over om echt horloges te stelen van mensen, maar om horloges te stelen tijdens een act of een show. Nou, wat je hier krijgt, ik zal het anders zeggen. Het effect is dit. Je nodigt een toeschouwer naar boven uit en zegt, nou, ik kan mijn kunsten van zakkenrollen laten zien. Nou, zakkenrollers die gaan heel slim te werk. Die leiden jou af of ze laten iets gebeuren waardoor je zakken kunnen rollen. Nou, kijk, een beetje zakkenroller die steelt natuurlijk zijn portefeuille zo uit je zak. Maar een professionele zakkenroller die steelt niet de portefeuille, maar die steelt de inhoud van de portefeuille. Zodat als iemand, net als jezelf, check je altijd, heb ik mijn portemonnee nog? Ja. Zeker als het ergens druk is, dan check je dat nog wel eens regelmatig. Heb ik mijn portemonnee nog? Heb ik mijn telefoon nog? Nou, zolang je dat voelt in je zak, is alles best. Maar als je dat niet meer voelt, dan raak je in paniek. Dus stel nou voor dat jij een portefeuille zou kunnen leegroven, zonder dat de toeschouwer dat in de gaten heeft. Dan voelt hij, alles in orde, maar jij bent wel al lang weg met de inhoud. Nou, je krijgt een hele mooie portefeuille. Daarin kunnen bankbiljetten, daarin kan bijvoorbeeld een paspoort. Zo, paspoort kan erin. Pasjes kunnen erin. Nou, je laat ook zien dat die helemaal gevuld is, die portefeuille. En je plaatst dat vervolgens in de zak bij een toeschouwer. Een jaszak, broekzak, achterzak, maakt niet uit. Dan zeg je tegen de toeschouwer, weet je hoe dat gaat, dat zakkenrollen? Je botst even tegen de toeschouwer aan en je hebt cashgeld in je hand. Dan zeg je, het kan nog gekker, want in principe hoef je maar dit te doen. En je hebt een paspoort van iemand. Nou, op dat moment laat je geld zien aan een paspoort. De portefeuille haalt je uit de zak. En het paspoort en het geld is uiteraard ook weg uit de portefeuille. Enkel de pasjes zitten er nog in. Dan zeg je, weet je wat, we doen het anders. Ik steek die portefeuille in mijn zak. Of je houdt hem vast, kan ook als je dat wil. En je zegt, jij gaat proberen te zakken rollen. Bots maar bijvoorbeeld tegen mij aan. Nou, de toeschouwer botst tegen jou aan. En je zegt, dat heb je goed gedaan. En de toeschouwer denkt natuurlijk, hoezo? Nou, zegt hij, jij bent wel heel sneaky. Je doet ook nog alsof je niet weet wat je gedaan hebt. De toeschouwer heeft geen idee waar de goochelaar het over heeft. En ze toont de portefeuille en nu zijn ook de pasjes weg. De toeschouwer gaat in zijn zak voelen. Nog een zak. En voelt dan plotseling pasjes in zijn zak. En haalt daar de verdwenen creditcard of pasjes uit. Ja, is het moeilijk? Nee. En het geeft de indruk aan het publiek dat jij een meester zakkenroller bent. En dat hoef je echt niet te zijn voor het uitvoeren van deze routine. De speciale portefeuille doet het grootste deel van het werk. Wat je verder nodig hebt, er zit een imitatiepaspoort bij. Dat kun je gebruiken. Het ziet er natuurlijk niet uit als een Nederlands paspoort, maar als een Amerikaans. Maar je kunt ook simpelweg of zelf een paspoort maken. Imitatie dan wel natuurlijk. Of je gebruikt je eigen paspoort met een aanpassing. Kan ook. Je hoeft het niet stuk te maken of zo, maar dat kun je zien als je de online demo ziet. Pasjes gebruik je ook van jezelf. Geld ook. Dus in principe is hij dan helemaal compleet. Nou, je krijgt dit hele setje uiteraard met een online instructievideo waarop je alles leert van Gregory Wilson zelf. Heel erg duidelijk legt hij alles uit. Deze hele set kost 89 euro. Dus heb je hem helemaal compleet, behalve geld en pasjes. De Pickpocket Passport Wallet. Tja, dit is een klein doosje. Van messing. Massieve onderkant. En als je het openmaakt, er zit in dat doosje een aantal munten. Ik ga eens even uit. 4 stuks munten. Nou, die 4 munten kun jij natuurlijk in een doosje leggen. Dat is niet zo heel schokkend. Je hebt een dekseltje. Dat dekseltje kun je gewoon eigenlijk op het doosje plaatsen. Dat gaat als volgt. Zo. Het hele doosje kun je als je wil op je hand zetten ook. De munten zitten nog steeds in het doosje. En het enige wat je doet is dan in je vingers knippen. En de munten gaan dwars door je hand heen. Het doosje is uiteraard dan leeg. Nou, dit is de Opongo Box. En de Opongo Box is heel mooi. Waarom? Omdat je de routine doet van een Boston Box.
Maar het doosje is gewoon dicht en ziet eruit als een Okito-box. En dat is eigenlijk niet mogelijk, laat ik het zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat je deze routine niet een aangepaste versie zou kunnen doen met een Okito-box. Maar je kunt helemaal nooit het doosje laten zien als een normaal doosje. Nou, behalve dat hij de Boston en Okito-box combi heeft, is het ook een slotbox. En een slotbox houdt in dat je de munten erin kunt plaatsen. En dat je munten, ja, ik zal het pogen te laten zien. Je hebt vier munten in het doosje, die gooi je eruit. Zo. En je doet bijvoorbeeld dit. En je hebt er nog maar 1, 2, 3 hier. Zie. En eentje die was in het doosje beland. Nou, zo kun je de munten allemaal laten verplaatsen. Het is maar puur om de mogelijkheden te laten zien van het doosje. Nou, Opongo-box is zeer mooi gemaakt. Komt compleet met 4,5 dollars. De gimmicks. En een uiterst uitgebreide instructie-DVD. Uitgegeven ook door Louis de Mateau. En dit effect is bedacht door Juan-Louis Rubiales. Vraag me niet, ik ken hem verder niet. Maar het is, wordt heel relaxed, op zijn Spaanse manier. Heel relaxed en rustig allemaal uitgelegd. Je leert diverse routines. Volgens mij 4. Ik heb de DVD gisteravond bekeken. Zeer de moeite waard. Dus als je een liefhebber bent van muntentrucs en muntenboxen. En je hebt de Opongo-box nog niet. Is dit jouw kans. Hele set dus €89. Dan heb ik hier een kaart. Nou, je zou een hele routine kunnen laten zien, maar ik doe even dit. Ik heb hier een kaart, dus de ruiten 8. Die zet ik even gewoon hier neer. Zo. Die laat je normaal niet zien. Normaal zeg je, ik heb een kaart. En die plaats je op tafel. Als je dat wil, kun je dat eventueel nog voorzien van een glas. Nou, stel voor, iemand kiest een kaart. Een zwarte kaart bijvoorbeeld. Laat het gaat terug in het spel. Handtekening op eventueel. Kaart verdwijnt uit het spel. Dan zeg je, ik heb hier onder het glas één kaart zitten. Het mooie is, als je die ene kaart openmaakt. Niet te geloven, dan zul je zien dat namelijk jouw kaart is namelijk de klaver 9. Nou, wat ik hiermee wil aantonen is dat dit een super manier is om een gekozen kaart van tevoren al onder een glas te kunnen plaatsen. Lijkt onmogelijk. Nou, normaal is je ook voorzien van een handtekening. En dit is de The One 2.0. 2.0, net hoe je het noemt. The One is een eenvoudige routine. Ook deze routine is net als het Gimmickly Invisible Deck te doen met een... Ja, je zou het met een geleend kaartspel kunnen doen. Al worden de mensen daar niet blij van als je de kaarten gaat vouwen waarschijnlijk. Maar het kan ook met elk kaartspel. Het kan met een geleend kaartspel. Het kan impromptu. Dus als iemand zegt, doe een truc, bereid je het meteen voor. Er staat een versie op waarbij je een gimmick gebruikt. Nou, dat is nog cleaner, maar dat hoeft helemaal niet. Want als je dit goed doet, dat kan op diverse manieren. Dat is even een hele snel niet geoefende versie wat ik net heb gedaan. Dan heb je heel veel mogelijkheden. Nou, The One kost €32,50. Zit er dus materiaal bij om gimmicks te maken. En als ik het heb over gimmicks maken, is het echt 2-3 minuten. Ze zijn er niet gemaakt, omdat je ze in principe kunt aanpassen aan je eigen kaartsoort. Dus geen elastische flapjes, geen elastieke, geen gekke dingen. Gewoon heel simpel iets op elkaar plakken en klaar. De DVD uiterst duidelijk ook. Heel veel routines. Heel uitgebreid. Dus ja, wat kun je nog meer daarover zeggen? The One 2.0 voor €32,50. Dan... vorige week ben ik er niet naartoe gekomen. Toen ging volgens mij, vorige keer, toen ging de bel. Toen was hier een of andere Pieter op bezoek. Ik heb nog steeds geen aan de zwarte plek op het plafond hier, trouwens. Ik vertelde toen over de goochelcursus. Namelijk op 23 en 30 november en op, ik dacht 7 december, s'avonds, is er weer een basiscursus goochelen. Nou, die cursus houdt in dat je alle basistechnieken van het goochelen leert, maar ook een heleboel routines. Na de cursus kun jij gewoon een kwartier, 20 minuten, misschien 25 minuten zelfs, als je goed kunt babbelen, een complete close-up act laten zien aan je vrienden, aan je familie. En dan hebben we het niet over een simpel trucje, maar echt over trucs waarbij mensen denken, wauw, wat gebeurt hier? Je leert dingen met touw, met sponsballen, met kaarten, met munten, met elastiekjes. Alles wat je kunt bedenken. Je krijgt er een heel cursuspakket bij ook. Het is aan deze tafel hier in de winkel. Kost €125 voor 3 avonden dus, inclusief pakket. Het pakket kost los, ik dacht, €65 of €69. Dus dan, ja, je zit voor €60 heb je 3 avonden les. Maximaal 10 personen. Nou, en je mag gerust mensen vragen die hier zijn geweest. Want de meest gemaakte opmerking na
afloop van de cursus is, wanneer komt er een vervolgcursus? Oftewel, mensen zeggen, we hebben het zo naar onze zin hier, dat we graag er terugkomen voor een volgende cursus, want het is gewoon ook heel leuk. Dus het is niet heel streng, ik sta niet met een stokje waarbij ik op de vingers tik als het niet goed gaat. Het is een ontspannen cursus. Dus als je erbij wilt zijn, er is nog kans. Bel ons, mail ons, of kijk op de website, GoGoCursus, categorie GoGoCursus, kun je gewoon opgeven. Gaat nu weer de bel. Dit ga je niet serieus menen. Oké, ik ga even checken wie dat nu is. Tot zometeen. Nou, de bel gaat en je raadt nooit wie er voor de deur staat. We hebben vanavond hier een lezing in de winkel. Nou, als je het filmpje kijkt is hij al geweest. En het is niemand minder dan Henry Evans. En ik vraag hem, nou, heb je misschien iets leuks om te laten zien even voor de update? Nou, en dat gaat hij doen. Dus please show me your effect. Welcome in the Diamond Magic Okay, Shop. Thank you so much. Pay attention because you won't believe it. Just one deck, nothing. I can shoot in every angle, it's very clear. And when I do this, immediately. I have two decks of cards. Of course, you can take it, examine everything you want. It's like, let me check. Of course, you can use it. It's a real deck, it's a full deck, compleet spelkaarten, alles zit erin. Yes, but I know a little bit about magic and techniques. Yes, you can do an effect with this deck, yeah. Yeah, but can you do an effect with the other deck too? With this one? Yeah? Or is it... Yes, okay, why not? Yes. Really? Oh. The thing is, you can use any effect with one or two decks, and you can examine decks and boxes and everything. Oké, okay. I will explain in Dutch a little. Nou ja, je hebt net gezien, van één spel werden er twee spellen. En allebei die spellen kun je gewoon gebruiken. Nou, er zijn nog veel meer mogelijkheden mee. Je kunt eventueel ook een deck switchen hiermee. Laten we nu even niet zien, omdat het natuurlijk niet geoefend is. Nou, wat je krijgt, laat even zien. Je krijgt dit, dat is de Reflected Deck. Daarin zit alles wat je nodig hebt. De gimmick, twee kaartendoosjes. Voor het geval dat je zelf niet hebt, zit die erbij. En een instructie-DVD. En daar staat alles op wat je moet weten. Nou, Reflected Deck kost €59 helemaal compleet. En ja, super. It's a great effect. Very visual. I am very happy, yes. This has many possibilities and even another variations and effect in very good conditions. I really love that. Yeah. Okay, so and now I see you have some coins also. Oh, yes. But to make sure that we will see it right, I will take the camera, so we can make a close-up. Is that That's perfect. Idea? Okay, it's then good we'll idea. Make a little cut, and then I will take the camera. Okay. Okay, we magicians can create the illusion coins travel from hand to hand. Pay attention. I have here 6 black coins, 6 red coins, and a completely empty cup. Okay. And now, please tell me which color you prefer, red or black? Red. Okay. Look at this. Nothing here. I want to show you, and I will put the coins here, so I will use the red coins, and look at this, I will do it in a slow motion, 3 coins and 3 coins. If I close my hand like this, very clear way, the first coin travel, watch, 1, 2, 3, and 4, and just 2 coins here, and nothing. I can do it one more time, pay attention, if I do it like this, the people is looking most now. I love to create illusions, coins travel in a very slow motion. I have 5 coins here and only one here. I can do it one more time. And now it's more difficult because it's the last one. Everybody is looking this coin. When I touch with my fingers like this, immediately I have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And nothing here. And look at this, one day I was performing this effect and one guy told me, I will bet 6 gold coins if you can travel just 1 coin from the cup, one of my coins from the cup to your hand, I will believe in magic and the coins are yours. This is what the guy told me. I don't remember what happened at that time, but I am sure it's absolutely possible. Watch, I have all the black coins here. Look at this. And if you want to know where are the red coins, I can tell you another day. Wow, that's also very nice. Very nice. And I also combine this effect with another routine. For example,
If you finish like this, this could be a good ending. This could be a good ending and you can finish perfectly. But if you want an extra ending, you can say for the people, for the ambitious people, I have the chokers. And I can show you this choker face up and face down. And when I put them face to face, always, always one Shumbogoy coin appears. Oh. Nothing in my hands, I don't need a sleeve. Nothing in the chokers. I could be all morning, all afternoon, and all evening making money like this. Watch. Oh, I pretend to do this 1,000,000 times. Imagine, 1,000,000 times, 1,000,000 coins like this. And when I want, immediately show everything. Nothing here, nothing here. One more coin can appear like this. Of course, you can show both sides, everything. They are solid coins. So I think it's a very nice routine, right? Yeah, it is. And the first one is named... Yes, the first one I show you. The first one is instant travel coins. The interesting thing in this effect is you receive everything to perform this effect, but the interesting thing is it has automatic reset. So you are ready to perform this effect right now. If I want, if I perform table to table in a close-up situation, in restaurant, for example, table to table, close-up matching, I am ready to perform this effect again and again and again, immediately when I finish. Okay. So I think it's very interesting. Dus even in het Nederlands, je kunt dit effect gewoon meteen herhalen. Als je het gedaan hebt, je ruimt je muntjes op, zoals je net ziet, en je kunt het effect meteen nog een keer doen. Dus ideaal als je table hopping doet, of close-up goochelen, dat je van de ene naar de andere tafel gaat. Je raapt je muntjes bij elkaar en je bent gewoon klaar voor de volgende keer. Oké. Okay. And I combine with this, of course. New Chinese Meister's Drink. Just the last part of this. This routine start with four coins, another sequence. But in the end, you can produce four Shumbo coins. Yeah. And I combine this with this and it's a very, very nice combination. I think it could be very nice. Oké, okay, dus wat Henry gedaan heeft, is hij combineerde de... Instant Travel Coins met de finale van de New Chinese Miser's Dream. En dat is ook een 4-munt routine normaal waar 4 jumbo-munten als finale komen. Nou, en die 4 jumbo-munten heeft hij nu hier als finale tevoorschijn gehaald. Oké. I will have to check my price list. Because the New Chinese Miser's Dream we sell for 175. Dus de New Chinese Miser's Dream is €175. Is wel professioneel gemaakt, laat het echt duidelijk bij zeggen. Je kunt alles aan twee kanten laten zien. So you can show both sides of the coins, which is very important. Absolutely. That's very nice. And what's the price of the instant travel coins? Well, can you tell me, or do we need to publish it in the video? Because we don't know yet, because it's brand new. Exactly, exactly. Okay. You will know. You will know exactly the price. I will tell you the complete set and what you receive, of course. But I am happy because I think the conditions are very good and you don't need to lap any coin. So this is the kind of magic is very, very useful to perform in any situation, table to table or in the close-up show. Ja, dus inderdaad, je hoeft inderdaad niks op je schoot te laten vallen, niks achter de tafel te laten vallen. Je kunt het overal gebruiken. En de Instant Travel Coins is zo nieuw, laat ik het zo zeggen, die kwam net boven tafel en ik ken dus ook nog niet, dat we de prijs nog niet weten, maar die gaat Henry straks aan mij vertellen. Dus die zet ik onder in beeld nu. Oké. Okay. Thank you very much. Yeah. It's an honor for me to be here with you. Yeah. Thank you very much. This will also be the ending of the video, so I will stay behind the camera for now, and I can say thank you very much. Bedankt voor het kijken, en tot de volgende keer. If you want to say bye, you can do, Henry. Of course, bye-bye, thank you very much, I am happy to be here. Okay, bye-bye. Bye-bye.